zitten hier op de Wanderer 40P. Een midzwaardjacht van polyester dat droog kan vallen, wordt geleverd door NAZ-schepen en gebouwd in Turkije. We hebben gevaren vanuit Harlingen op de Waddenzee en het woei vandaag heel licht, dus waarschijnlijk gaan we nog een keer varen. Maar wat we tot nu toe hebben kunnen merken is dat hij erg gemoedelijk reageert, heeft hydraulische besturing en is daardoor heel rechtlijnig in wat hij doet. Het is een relatief zware boot, behoudend getuigd, maar dat is ook precies waar de boot voor staat. Ondanks dat er weinig wind was, kwamen we met de Kottervok en de Genoa erop, kwamen we toch nog vooruit. Met zo'n 3,5 knoop, bij 6 knopen wind, is dat best aardig. Beneden deks is de boot heel klassiek ingetimmerd met veel hout, geolied hout. Dat geeft een mooie natuurlijke uitstraling. Verder met donkerblauwe bekleding en hier en daar wat witte accenten. De indeling van het interieur is wat onorthodox, maar toch zit er in de punt gewoon een tweepersoonsbed. Ruim tweepersoonsbed met voldoende kastruimte. Daarachter een sanitaire ruimte met een aparte douche en een toilet. En verder is daar eigenlijk, zeg in de hal, de kombuis aangebracht, waardoor er veel ruimte is. Verder naar achteren, onder de deksalon, is nog een tweepersoonshut, lekker knus. En daarbovenop de deksalon, navigatietafel en voldoende zitruimte. In tegenstelling tot wat gebruikelijk is, is de motor onder de kuipvloer aangebracht. En dat deel is eigenlijk helemaal afgesloten van de rest van de boot. De Wanderer 40P wordt gebouwd in Turkije en gebouwd in polyester. En daarom kan die maar €240.000 kosten. En daarvoor krijgt u dan ook een huiselijk en toch echt scheepsschip.